En het volgende wat we gaan doen is, ik geloof heel erg in een publieke commitment. Of een commitment op zich. Dus een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, vind ik, mijn zus. Mijn zus die, mijn zus is, ik ben 33, mijn zus is 35 of 36, 35 geloof ik, 36. En mijn zus die is tot 2 jaar geleden, is ze echt een verstokte roker geweest. Dus die ademde echt door sigaretten. Dat was echt, die rookte een pakje check per dag. En het was gewoon altijd best wel, ja, is voor haar een mega aanslag op haar lichaam natuurlijk. En ik veroordeel dat helemaal niet. Alleen ik had er wel heel veel moeite mee om dat te zien. Hoe ze bijvoorbeeld ademde, hoe ze kuchte. We gaan we gaan sowieso 1 keer per jaar gaan met het hele gezin. Gaan we bijvoorbeeld naar de Schelling toe en dan moet ik bij haar op een kamer slapen. En ja, daar slaap ik niet, gewoon puur door die kuch van haar. En niet dat ik daar niet door het geluid kan slapen, maar gewoon dat ik merk van oké, het is best wel heftig voor haar. En dus ik voelde daar gewoon pijn. En ze wist ook wel, ja, Ilko vindt het echt niet cool dat ze zoveel rookte. En nogmaals, ik veroordeel het helemaal niet, alleen ik had er gewoon moeite mee. Maar mijn zus is iemand die zegt niet veel en doet vervolgens weinig. Nee, die zegt niet veel. Het is niet iemand die veel zegt en weinig doet. Het is iemand die weinig zegt en veel doet. Dus zij die commitment maakt van oké, ik ga stoppen met roken, dan stopt ze ook met roken. Dus ze heeft nooit geprobeerd om te stoppen met roken. Ze heeft gezegd, er komt een tijd en dan ga ik het gewoon doen. Ik denk, ja, dat is mooi praten inderdaad, maar wanneer ga je het dan doen? Want hoe langer je wacht, is te lastiger het gaat worden, volgens mij, in heel veel verschillende opzichten. Dus dat was tussen haar en mij toch best wel een beetje beladen onderwerp of zo. Gewoon toch wel lastig, en voor haar ook. En toen was ik 2 jaar geleden naar Londen om mijn verjaardag te vieren en naar een seminar te gaan. Het was een driedaag seminar met 8000 man of zo. Het was gewoon één groot feest. En we hebben daar flink lopen keten met z'n allen. En ik was dus op 3 juli jarig en nog steeds ben ik op 3 juli jarig. En toen was ik daar op dat seminar en toen belde Anouk mij. En die belde niet zozeer, natuurlijk belde ze ook om mij te feliciteren, maar ze belde mij om een heel groot cadeau te geven. Ze zei, mijn cadeau aan jou is, want ze heeft niet veel geld, mijn cadeau aan jou is dat ik ga stoppen met roken. Dus vandaag ga ik stoppen met roken en dat is jouw verjaardagscadeau. En dat is het mooiste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Maar moet je nagaan wat voor druk zij nu voelt om niet meer te stoppen met roken. Ze weet gewoon, ik kan dat niet doen, dat is het cadeau wat ik aan Ilko heb gegeven. Dat cadeau kan je niet meer terugnemen, zeg maar. Dus zij, ook al zou ze die drang voelen of wat dan ook, zij alles in dat systeem zegt van oké, no fucking way dat ik dat kan doen. No fucking way dat ik nu weer kan beginnen met roken. Dus zij heeft een commitment aan mij gegeven, ze heeft het cadeau aan mij gegeven. En ze weet van oké, ik kan het gewoon niet meer, ik kan het niet flikken om dat te doen. En die commitment heeft voor haar enorm geholpen. Dus voor haar is zoiets van oké, dit is het cadeau wat ik aan Ilko heb gegeven. Die commitment, daar ga ik nooit meer vanaf stappen. En ze voelt zich veel beter en ze is een compleet andere persoon geworden. En ze is veel meer vrouw weer en ze heeft dan ook ineens meer geld, want het kost ook heel veel geld, die hobby. Vanaf de eerste week, want ze had altijd een piepje in haar, maar 35 cent had een piepje in haar stem en alles compleet weg. Ze had altijd de overtuiging dat ze bronchitis had. Dus ze had altijd de overtuiging dat het iets anders was dan het roken bijvoorbeeld. En voor haar heeft het heel veel, ze is nu aan het sporten, ze is ook aan het afvallen, allemaal dingen die erbij komen, allemaal voordelen. En een van de dingen die je gaat ervaren met die doelen die we hebben opgeschreven, als je 1 van die 100 doelen gaat nastreven, dan gaan er strategic byproducts bijkomen.